kijkers, welkom bij een gloednieuwe programma. U zult zich afvragen, nou, wat is dit, wie is dit, wie kan me wat vertellen? Ja, inderdaad. Als ik ook daar zat, had ik ook mijzelf dat afgevraagd. Nou, ik ben Sushma Bieren en ik heb andere teamgenoten die bestaan uit Brian Imambaks, Anushka Imambaks en Ashna Changur. Samen hebben we gemeend om een Surinaamse productie te maken. Ik heb het over Een Kijkje In. Zo zult u ons de komende tijd herkennen. Meer over dit alles kunt u op onze Facebook volgen, die zo meteen ook in beeld zal komen waar u ons kunt vinden. Alle informatie zult u vinden, maar de inhoud van het programma zal heel divers zijn. En we gaan het vandaag gewoon met de eerste gast in onze uitzending doen. We dachten aan, nou, wie gaan we nemen? Wie gaan we nemen? En toen zijn we op het idee gekomen, waarom dat iemand die van toegevoegde waarde is geweest, van wie we wat hebben geleerd. En zeker, ik kan zeker zeggen, dat het zeker wel iemand is waarnaar we hebben uitgekeken, opgekeken en denken van, waar is deze mevrouw nou gegaan? Nou, ik heb het over niemand minder dan mevrouw Indra Devi, Marijke Djwalapersad. Mevrouw Djwalapersad, is het te lachen? Ja, ik vind het een prachtige intro en ik vind het geweldig dat ik de eerste gast mag zijn in je gloednieuw programma in de eerste aflevering. Heel veel succes jullie. Oh, dankjewel. Dat doet ons natuurlijk helemaal goed. Dat u direct bereidwillig was en alles over de informatie hebt willen winnen om te weten over het programma. En dat u gelijk zei van ja, dat wil ik zeker wel doen. Wij willen u ook bedanken dat u als eerste in ons programma wilde zijn Een Kijkje In. We gaan hem even samen voor de camera doen. We gaan hem zo doen. Het is Een Kijkje In. Kijk je in. Oké, dan hebben we dat gehad. Nou, mevrouw Indra Marijke Djwalapersad, zo is uw volledige naam. Ja hoor. En u zei me daarnet van, ik wil niet dat u me Marijke noemt, u moet me gewoon mevrouw Indra noemen. Moet ik ook Indra Devi zeggen? Nou, ik neem genoegen met Indra. Dus Marijke is mijn naam gegeven door de vroedvrouw. Vroeger waren de wegen slecht en je had de hele smalle zandwegen en daar kwam de vroedvrouw langs. En de vroedvrouw wou een betaling op de manier zoals dat zo hoort. Toen hoorde. Van toen hoorde. Ja. Van geef me een naam en ik wil jouw kindje de naam Marijke geven. Prima, dan komt Marijke bij Indra erbij. En toen u er bewust van was, dacht u van nee. Nee, ik was op de kweekschool en ik vond maar eng dat ik Marijke werd genoemd. En thuis werd ik dan Bea genoemd. Dus op een gegeven moment dacht ik van wat is het eigenlijk? En waarom werd u thuis Bea genoemd dan? Is het eerste kleinkind van mijn grootouders en ze noemden me eerst baby en baby werd Bea. Zo, oké, het is een mooi begin. Nou, om bij het begin te beginnen, wie zijn uw ouders? Nou, mijn vader is Pandit Hariprasad Tiwari Djwalapersad en mijn moeder, nu wijlen, helaas, is mevrouw Djwalapersad, geboren Brahma Tiwari, Brispati Kisari. Ze is de kleindochter van Mata Gauri. Dat is de bekende Mata Gauri van de Kwattaweg. Ja. Ja, oké. Okay. Het is een mooie geschiedenis. Ja, en ik heb 8 broers en zussen. 4 broers. Ze hebben 8 kinderen samen gehad. 4 jongens en 4 meisjes. Waarvan helaas de oudste zoon is komen te overlijden. Maar ik ben het oudste kind van oudste het gezin. Okay. De tweede moeder van de tweede, dat zou ik u net vragen. Want ja. In het verleden was het zo dat de oudste kinderen op de kleinere moesten gaan letten, et cetera. Dat moest ik doen. En daarnaast moest je nog studeren. Dus je begrijpt dat het niet van een leien dakje afging. Oké, okay, klopt. Welke scholen hebt u bezocht? Nou, ik ben begonnen vlak hier. Aan de overkant hebben we de OS-leiding 8A. Hier heb ik gekleuterd vanaf mijn 2,5 jaar. Huh? Oh, je was even voor beginnen, want nu gaan die kinderen vanaf 3 jaar. En ja, ik was een meelopertje, okay. Omdat ik tweetalig was. En de leerkrachten kwamen in de winkel van mama op de bus wachten, op de schoolbus wachten. En ze zagen een mollig rond ding daar rennen. En ik sprak beide talen, ze vonden me flink. En beide talen is dus Nederlands en Nederlands en Tsunami. En ze hadden me nodig om ze te helpen op school, in de kleuterklas, met die kinderen die geen Nederlands spraken. Oh, oké. Maar het waren meer leerkrachten uit Paramaribo, niet Hindustaanse leerkrachten. Surinamers natuurlijk, ja. Maar niet van Hindustaanse komaf. Okay. Dus zo heb ik erg lang op de lagere school gezeten. Ik had wel het voordeel dat ik de derde klas niet hoefde te maar doen. Maar waarom hoefde je dat? Want ik las het ook en ik dacht van, hoe werkte dat nou precies? Nou, vroeger was het zo, wanneer je een klein beetje flink was, er zijn soms die mensen IQ die... IQ een beetje hoger was. Nou, ik weet het niet, maar
Ik kon een beetje studeren, ja. Mocht ik van de tweede naar de vierde klasse gaan. En de vierde klas heb ik het ook vrij goed gedaan. Oké, okay. Dus dat is dus de lagere schoolperiode. En toen kwam je terecht in een andere fase? Dat is, Ik kwam op de Senia-school. Het was een Ulomulo-school. Van daar naar de onderwijzeressen A. Heb ik daarna de hoofdkleuterleidstercursus gedaan. Was dat een bewuste keuze of was het gewoon van... Nee, ik was als klein meisje ervan bewust dat ik leerkracht zou worden. Ik wilde juffrouw worden. Precies zoals een juffrouw Wong die ik heb gehad op de lagere school. Ik was gek op haar. Ze was ook misschien een beetje dikker dan mij. Ze is nu bijlen, denk ik. Ze was gek op haar en zij ook op mij. Okay. En ik zei van, ik wil juffrouw worden. En ik heb doorgezet. Als het aan mijn vader had gelegen, dan was het niet gebeurd. Waarom? Nou, mijn vader had misschien voor die tijd, voor die begrippen, een beetje gelijk. Omdat er geen enkel meisje van deze buurt, van Kendaal, van Leidingen, in de stad op school ging. Goed, dus dan bent u naar de stad gegaan, u bent onderwijs achtergevolgen en u hebt het gehaald. En u begon te werken, neem ik aan, op zeer jonge leeftijd. Ja, ik was 17,5 eigenlijk. 17,5. Ik was 17 toen ik slaagde, 17,5. Een van de, laat me het maar even zeggen, een van de best geslaagden. En dan moesten we een televisieopname maken met meneer Eugène Gessel. En begrijpt wat dat betekende voor mij de eerste keer voor de camera. Nou, ik keek alleen omhoog, STVS was het toen alleen, naar de grote lampen. En aan het eind zei hij, het was een prachtig interview, maar ik keek alleen naar de hemel. Maar hij is er nog hoor, meneer Gessel is er nog, ik weet niet of hij zich dat kan herinneren. En daarna heb ik ook mijn MO kleuterpedagogiek gedaan. Veel cursussen gevolgd en... Hindi, dat is mijn beestje eigenlijk en dat heb ik dan gedaan tot en met Ritne. Alleen heb ik het examen in Ritne niet kunnen afleggen, omdat voor dat examen ik naar India moest gaan. En u wilde niet afreizen? Nee, dat was het niet. Niet afreizen? Nee, dat was het ook niet. Hè? Moet zo je spannend. Juist op dat moment kwam dan de bom. Ik moest de politiek in. Oh, oké. Dus je moest kiezen? Ik moest kiezen. Ik werd gevraagd door meneer Letchman zelf. Jawel. En hoe had hij u ontdekt dan? Ja, ik was net zoals u het doet. En ik zie soms mevrouw Ashna dat ook doen. En andere jonge dames. Dat ze conferencier zijn op een meeting of op een show. Er was een show, een Diwali show van de Lions geloof ik. Of Parwanis en meneer Ramdhani. Had mij benaderd en om conferencier te zijn. Ik was veel groter als nu. Ik was nog 40 kilo's erbij. En ik presenteerde een show bomvol Antoninesti Sporthal. Zo. Ik presenteerde de klederdrachtenshow in beide talen. Vloeiend van het Hindi naar Sanami Hindi naar het Nederlands. En wie zat als gast daar, als eregast? Meneer Jagannath Lutschman. Met zijn vrouw Fausia. Maar Fausia en ik, nu beide wijlen. Fausia en ik waren vriendinnen van elkaar. Omdat we vanaf 1984 hadden gedaan aan de AIDS-voorlichting aan districtsbewoners. Dus toen de overheid in Suriname nog niet bezig was met AIDS-voorlichting. Waren wij gestart met een organisatie AVD. AIDS-voorlichting voor districtsbewoners. Niet de wandelmars hoor. En we hebben dan... dwars door Suriname heen tot Nikeri, Para, Marowijne, hebben voorlichting gegeven. Dat is geheel kosteloos, maar stranden ook op een gegeven moment, want je moet diep in je tas, in je zak tasten. En de overheid kwam niet in, hebben het maar gelaten, er zijn hele mooie ervaringen aan overgehouden. Een keer zullen we erover praten. Oké, prima. Dus u hebt eigenlijk al, had u al eigenlijk een beetje, was u al in de kringen van familie Lachman? Bekend. Ja. En u hebt dus die show gehost, neem ik aan. En u bent eigenlijk naar uw kwaliteiten ontdekt. Ja. En u werd dus benaderd om verder via mevrouw Fausia. Ze had de taak om de volgende ochtend naar me toe te komen. Ik vond het vrij vroeg, want ze was een late vogel. Dus ze kwam vrij vroeg, geloof tegen 10. Ik zei van, wat is er aan de hand? En ze zei van, meisje, ik heb een boodschap van papi voor je gebracht. Ik zei, en wat is dat? Ze noemde haar man papi. Nou, hij wil je op de kandidatenlijst plaatsen. Het was oktober 1990.
En in mei 91 moest de kandidatenlijst voor die verkiezingen. Stel eens voor, ik heb helemaal geen politieke ervaring. Ik zei, in de politiek? Ik krijg de grootste problemen met mijn familie. Yeah. En ik denk niet dat dat gaat kunnen. Nou, ik weet het niet hoor. Ik denk dat je contact met hem moet maken. Ik zei van, weet je, zeg hem dat ik even bedenktijd nodig heb. En ja, ik kwam dan binnen in huis. Bemiddeling gaan discussiëren. Nou, de doorslag is gegeven door mijn guru. Mijn Hindi-leraar, tevens een hele goede guru met wie ik nog steeds in contact ben. Hij woont in India, rond Haridwar. Hij is gepensioneerd. En ik zei tegen hem, ik was een van zijn lievelingsstudenten. En ik zat beneden aan zijn voeten. En ik zei van, Guruji, ik heb een probleem, een heel groot probleem in het Hindi natuurlijk. En hij vroeg, Bitta, wat kan dat zijn? En ik zei hem van, ik wil graag het Ratna-examen doen. Ik heb 4 jaar gestudeerd voor Ratna. Alle zware boeken bestudeerd. En ik kan dat examen misschien niet afleggen. Hij zegt, waarom? Heb je geen geld of zo? Ik zeg, nee, dat is het niet. Er is mij gevraagd om op de kandidatenlijst van de politieke partij VHP te komen. En om de politiek in te gaan, omdat er geen enkele Hindustaanse vrouw, Surinaamse Hindustaanse vrouw, nog in de politiek was. Hij keek me aan en cool als hij was, is dokter, professor dokter Puri Maharaj. Hij keek me aan en hij zei, Beta, chhodo Bharat, aap Suriname ke liye ek ratna ban jao. Van laat India, laat die studie. Je hebt die kennis al opgedaan. Wat maakt dat papiertje uit? Je zou het toch halen? Wees een ratna, een juweel voor Suriname en de Surinaamse vrouw en ook voor de Hindustaanse vrouw. Dat was doorslaggevend. Nou, toen ging ik naar de heer Lachman. Ik zei hem van, ik ben ready. En wat er gebeurde is, geloof ik, een van die dagen, direct daarna, werd ik gebombardeerd tot lid van de adviesraad. En alsof dat niet genoeg was, was meneer Pratap Radhakrishnan, Weilen was ja. toen voorzitter, Weilen Ramdhaniji was secretaris. Hebben ze mij toen gemaakt tot voorzitter van de sociaal-educatieve cluster. Ik zei, Haribab, hoe kom ik hieruit met al die mannen? Andere vrouwen ertussen. Ja, want dat was, ik weet het nog, als jong meisje natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet te oud ook. Maar goed, als jong meisje dan weet je van, hé, weet je niet wie Marijke Djwalapersad is? Ze is de eerste Hindustaanse vrouw in de politiek, et cetera, et cetera. Oké, dus je krijgt het een beetje met de paplepel mee. Vooral, ik denk de generatie van 80er, die hebben het met de paplepel meegekregen. En, u was eigenlijk de Rolling Stone, zeg maar. Eigenlijk wel, ja. Oké, in 96 was er een ommekeer in leven. Ja, het was een zwaar moment voor ons. Dat wij, en niet ik alleen, want vaak werd er afgegeven op mij. En vele van die mensen die toen afgaven op mij, zitten nu met de huidige machthebbers. Dus je vraagt je af. Dus daarom moet je 10 keer nadenken. Ja, maar ze zeggen ook dat politiek dynamisch is. Hè? Dus, tuurlijk. Er zijn verschuivingen, tuurlijk. Er zijn bruggetjes. En maar weet je, je moet leren om geen vinger te wijzen naar anderen. Want je vergeet dat de andere vingers 3 zeker naar jou toe wijzen, toch? Oh. En zoek niet op het witte doek naar 1 zwart vlekje. Men begint gelijk naar 1 zwart vlekje te zoeken. Terwijl men zelf met vlekjes zit. Is geen natrap aan niemand. Maar het is historie. De jonge dames moeten weten wat hen te wachten kan staan. Ja, en we waren het niet eens met de gang van zaken binnen de onderhandelingen na de verkiezingen. En het resultaat was dat wij 5 parlementariërs, gekozen DNA-leden van de VHP, samen met een aantal notabelen die een petitie hadden getekend, toch? Ja. Ik ga geen namen noemen van mensen die dan daarna terug zijn gegaan naar meneer Lachman, maar die brief is er ergens, waar weet ik niet, maar niet bij mij, jammer genoeg. En we zijn toen een beweging begonnen, een vernieuwingsbeweging VHP. Ja. En later is die vernieuwingsbeweging onder leiding van meneer meester Atamura. Meneer Djwalapersad was toen helemaal niet in beeld. Wat de mensen allemaal rond vertellen is niet waar. En in november
Van hetzelfde jaar, 96, hebben we de BVD opgericht. Met als voorzitter meneer Atamura, een van de ondervoorzitters was ik. Ja. En toen hadden we regeermacht verworven vanwege de VV, de Verenigde Volksvergadering. De heer Weidenbos gekozen als president van de Republiek Suriname. En van onze kant uit de heer Pratap Radakishun. Vice-president. De onderhandelingen gingen verder. En onze groep was zeer taai in het onderhandelen. Meneer Atamura, meneer George Palat was er ook en ondergetekende. En nog een paar andere, meneer Dharamura, meneer Waldo Ramdihal, klinkende ramen, meneer Girjasing en nog anderen. We waren diehard in het onderhandelen. En toen hebben zij geëist, het voorzitterschap van het parlement. Bij mij brandde een lampje. Ik zei van, hey, er zijn 5 parlementariërs, 4 nieuwkomers. En ik ben de enige met 5 jaar ervaring. Wat gaan ze doen? En toen werd de naam van mij daar gedeponeerd. Meneer Weidenbos zat daar. Ik zei, jongens, wat doen jullie met mij? Ik was amper 44 geworden. En het was de jongste, zo de jongste voorzitter. Ik zei, ik weet niet of ik die ervaring heb. Ze hebben gezegd, je hebt het goed gedaan als DNA-lid. En je moet het leren. Je wordt niet geboren met die kennis en die ervaring. Sommige mensen hebben een hoge IQ, maar dit werk moet je gewoon leren. En, ik heb ook gelezen dat de leider niet wordt geboren, maar wordt gemaakt. Wordt gemaakt, ja. Wordt gemaakt. Je moet aan jezelf kunnen werken. Ja. En dat heb ik gedaan, flink. Ik ging akkoord ermee en ik werd toen gekozen als voorzitter van... En dat was dus historie, weer een historie moment. Ja, 10 oktober 1996 werd de eerste vrouw gekozen als voorzitter van de Nationale Assemblee. En ik was ook de jongste voorzitter, ik was 44 tot nu toe nog. 44. En ik was nota bene van het platteland, dus het maakte een beetje indruk denk ik, maar goed. Het was heel moeilijk werken. Oké, we hebben dat gehad. Het is intussen 2011 geworden en plotseling was het stil. Na 2011? Nou, ja. Ik besloot... de partij heeft gevraagd dat ik in de mediacommissie zitting nam vanwege mijn ervaring bij de radio, et cetera. Ik had ook mijn eigen radioprogramma hoor. Mm. Ik was eerst ook freelancer op Radica. Later had ik mijn eigen programma Aapje Awaas, die ik per eind december heb stopgezet. Ik ben een klein beetje nu in mijn waanprest betekent het derde levensstadium van een mens waarbij je terugtrekt van vele dingen. Ik vind dat je je op een gegeven moment moet terugtrekken en dat je jongeren, anderen, de kans moet geven om door te stromen. Ik wenste wel dat iedereen ook met die lijfspreuk zou rondlopen. Ik ben toen de mediacommissie zitting gaan nemen. Ik zat ook in het resortcoördinatieteam. Ik zit er nog steeds in. Dus je bent in, eigenlijk wel actief, leiding, ja. Maar niet, nee, niet in op het de voorgrond. Stuur, niet op de voorgrond. Ja. Ik heb in de campagne heb ik wel vergaderingen geleid, toegesproken. Leidingen, alle vergaderingen. En grote massameetings die van Wanica. En nu heb ik besloten om ook uit de mediacommissie te stappen. En ik wil de gelegenheid de gelegenheid geven en ik wil in de adviesraad zitten. Oké, mooi. In goed. Een adviesraad, in welke het wordt, weet ik niet. Oké, dan is dat alles met de politiek. U bent er wel op een laag puntje. U zei het al, u bent in de derde fase van het leven. Ja. Hoe zit het met, dat is een politieke kant, hoe zit het met uw persoonlijk leven? Hoe deelt u, hoe ziet uw dag eruit? Dan opstaan, bidden eerst. En dan water drinken, later komt ontbijt hoor, daarna komt er gember en lemmetje weet ik veel, voor die detox en daarna ook nog oefeningen. Dus detox, dus ik neem aan dat het kilootjes kwijt moeten zijn. Ja, ongeveer 40. Zo, en waarom bent u zoveel kilo's afgevallen? Nou, omdat ik te zwaar was. Ik had de last van mijn dikte eigenlijk. En de botten, ik heb inmiddels een prothese, knieprothese. En het is ongezond. En de bloeddruk was ook hoog. En nu is mijn bloeddruk normaal. Dat zijn allemaal risicofactoren. Dat zijn risicofactoren. Dus ik ben, ik ben op dieet gegaan, ik ben gaan gymmen, ik ging naar de gym.
waar ik ook een mankement van aan heb overgehouden, want ik was te overmoedig in de gym. Ik gymde te zwaar. En ik ben ongehuwd gebleven. Waarom? Omdat ik de rol van moeder moest overnemen in het gezin. Ik moest me letterlijk bezighouden met de voeding en de opvoeding van de kleintjes van mijn moeder. Is er ook een moment geweest dat u zegt van, ik ben verliefd geweest en ik heb, dat is niet gelukt en ik hou het daarbij? Ik denk dat dat gezond is. En waarom zou je dat niet mogen zeggen? En natuurlijk is dat gebeurd, maar een aantal zaken geef je niet zomaar prijs, wil je echt een beetje voor jezelf houden. Maar natuurlijk is dat ook gebeurd, maar ik was al veel te oud. Ik was al veel te oud om een gezin te stichten. Wie heeft u dat gezegd? Want dat is natuurlijk ook een nieuwsgierige vraag. Dat? Wie heeft u gezegd dat u oud bent om te trouwen? Ik vond mezelf te oud, ja. Oké, maar hoe kijk je er dan nu tegenop? Want denk mensen stichten een gezin op hun 40ste. Ze gaan trouwen op hun 40ste, et cetera. Ja, maar vaak komt er geen kindje uit, hoor. Echt wel, echt wel. Ik zeg, als ik zou moeten trouwen, dan moest ik kinderen krijgen. En als ik ervoor kies om geen kinderen te krijgen, dan hoef ik niet te trouwen. Oké. Al tegenwoordig is dat samenwonen, et cetera. Ik bedoel, dat zou ook kunnen. Maar als ik geen kinderen wil hebben, dan hoeft het niet voor mij. Geen man in huis. Oké, okay, dus dan is dat gezegd. Is dat gezegd, ja. Dan weten we dat ook een beetje uitgebreider. Goed, we hebben dan over uw persoonlijk leven het een en ander geweten. We weten om en bij hoe je dag eruit ziet met detox natuurlijk. Ja. Nou, je doet een hele hoop. En wij zijn dus pas komen kijken. Wij willen ook een hele hoop gaan doen. Dat gaan jullie wel kunnen. Oké, en we hebben dus alvast presentjes voor u gebracht. Natuurlijk wordt er heel goed over nagedacht. Welk bedankje we aan onze gast willen geven. Yeah. En het was dus het idee van de Denkcommissie. En ze zeiden van, we gaan hiervoor. De Denk Tank heeft prachtig werk verzet. En we willen u vragen, als u naar zo'n hobbelstoel kijkt, waaraan denkt u? Ik denk van, hé, denken ze dat ik al zo oud ben geworden, dat ik in de hobbelstoel moet? Ik ga er wel in, maar echt nog lang niet. Oké, okay, en aan wie zou je hem willen opdragen als u ernaar kijkt? Mama. Oké, okay, geweldig. Ja. Als het zo'n waardige plek krijgt, dan hoeven wij niks meer. Ja, mijn moeder. Zeker weten. Oké. Okay. In de tweede plaats aan mijn vader. Nou, ja. Dat is dus namens het programma Een Kijkje In, namens dus de leden Brian, Anushka, Ashna en Sushma, willen we onze eerste schenking aan u doen. Heel we hartelijk hebben verder, dank. Graag gedaan. Wij hebben verder ook nog de eigenaresse van Cultra kunnen spreken. En ze was zo enthousiast en ze zei van, weet je wat, van mij krijgen jullie elke opname iets. En onze eerste iets was een prachtig bloemstuk. En Anushka zal dus dat ook overhandigen. Oh, fantastisch. Mooier kon het niet. Oh, dank je van harte. Echt een braaise. Dank je van harte. En we willen de sponsor natuurlijk ook bedanken. Het is prachtig. Ja. Krijgt een hele mooie plaats. Oké. Okay. En de hele crew zou ik dank willen zeggen. Zo, ik krijg alvast kusjes. Ja. Nou, het is onze genoegen. We willen dat zeker in de uitzending doen en niet achteraf. En we willen dus ook van hieruit onze sponsoren gelijk bedanken voor het vertrouwen in ons gesteld. We hebben dus nu de eerste uitzending, maar daarvoor hadden we zulke enthousiaste Surinaamse en Nederlandse sponsoren die zeiden nee, wij gaan het bekostigen. Yeah. En het gesprek bijvoorbeeld van Cultra ging gisteravond en vandaag was het rond. Dus er zijn mensen die geloof in je hebben en dit stimuleren en dat u ook bereidwillig was. Dus ik wil u ook bedanken dat u ons hebt ontvangen, dat wij gedetailleerde informatie van u konden verkrijgen en dat we een mooi gesprek hebben kunnen houden en dat we in het vervolg meerdere zaken met mevrouw Indra kunnen doen. Zeker weten. Ik vind het fantastisch van jullie. En ik wil zeggen van ga op deze voet verder. Heel veel succes. Best of luck, jullie allemaal. Oké, okay, en dat was dus het slotzin van mevrouw Indra Devi Marijke Djwalapersad. We weten natuurlijk nu een hoop meer wie ze was, hoe dat allemaal is gegaan. Dus een duizendpootje kunnen we ook wel eens gaan zeggen. Kijk
kijkers ook welkom namens mij in onze eerste uitzending van Een Kijkje In. We zijn vandaag in de living room van Priya Ramcharan en we gaan een kijkje nemen in. Priya, welkom in onze uitzending. Dankjewel. Wie is Priya? Priya is een fulltime docent, daarnaast ook model, recent ook actrice en ik ben ook kleine ondernemer in Suriname op dit moment. Oké. Priya, je bent in onze programma vandaag wel met een speciaal doel. Je hebt iets laatst gedaan in de US. Wat is dat eigenlijk? Jij gaat ons dat alles op dit moment vertellen. Oké, het begon allemaal in de eerste vakantie. Dat was vorig jaar december. Waar ik vertrok naar Nederland. Meer om vakantie, maar ook privé doeleinden. Alwaar ik dus ook een kleine talkshow heb mogen doen. Daar ben ik afgereisd naar Zwitserland. Heb ik ook een enkele modellenfotografie gedaan. Commercial fotografie. Mm-hmm. En vandaar ben ik naar Suriname gekomen. En van Suriname wederom naar New York. Maar dat was echt meer voor ontspanning. En daar in het hotel was ik met mijn groep aan het dineren. Al waar wij dus geobserveerd werden door een bepaalde groep. Okay. Ik niet wetende wie de groep was, ik hield me meer met mijn lekker eten bezig en met de groep bezig. Ineens werd ik door een van de gasten benaderd om even apart te gaan praten. Ik dacht oké, kan niks aan doen, want ik observeerde ze al de hele tijd, bleken dus wel nette gasten te zijn. Mm. En ik ben toen naar haar toegelopen en ze zei me van wie ze allemaal zijn. Ze is co-producer van een bepaalde serie in Amerika. En zij zijn op zoek naar een kleine rol. Maar dat zou dus, daar zou zij zien mij namelijk zitten in het programma. Qua facial recognition en dergelijke. Mm-hmm. Ik zei van oké, maar ik weet niet hoe betrouwbaar dit is natuurlijk. Mm. Je schrikt er ook allemaal van. Dus uiteindelijk zijn we erop neergekomen om de volgende dag naar de studio af te gaan, af te reizen. We zijn ook gegaan, tenminste ik ben met mijn cap geweest. Ik ben in de studio uitgenodigd en daar kreeg ik dus mijn hele rol. Een kleine rol was dat, maar het was een hele script geschreven welke ik dus moest lezen. Maar voordat ik hem mocht lezen moest ik eerst alles confidentieel doorgeven als ik dus wel interesse had of niet. Ja. Dat heb ik ook gedaan nadat ik mijn eigen research heb gedaan. Ik heb de script gelezen en we hebben diezelfde middag nog geshoot. Oké, dus je hebt het wel tijdens je vakantie, je bent gelijk gevraagd geworden en je hebt dan gelijk dan de opnames gedaan. Klopt. En hoe zit het dan verder ermee? Op dit moment hebben wij, het was een kleine rol waar ik dus mijn deel al heb vervuld. Ik weet niet als er nog een vervolg is, zij hebben natuurlijk mijn gegevens ook nog. En ze zijn ook nog van plan, ze hebben me gezegd, just stand by. To stand by, dus ik kan misschien in het vervolg nog opgeroepen worden om nog een rol te vertolken. Want ze vonden het heel goed, het was heel snel gegaan. Mm-hmm. Not too many cuts. En ik kon heel makkelijk inpassen. Natuurlijk moest ik ook heel zwaar trainen. Ja. Er waren stukken waarbij ik waterscooter moest leren. Dat had ik nooit gedaan. Dat moest ik leren. En dat alles heb ik binnen drie dagen moeten doen. Ik heb één dag heel intensief moeten trainen. Omdat die rol welke ik moest vervullen een rol was waar er dus gevechtstechnieken aankwam. Oké. We kijken er naar uit dus. En natuurlijk ben je ook te volgen op Facebook, dus dan willen we graag weten wanneer dat uitkomt in Suriname, zodat wij dat ook hier allemaal kunnen zien. Ja, de serie die wordt weliswaar in Suriname vertoond, of ja, het wordt wel geshowd op een van de kanalen, dat weet ik niet precies. Maar er is een season break in juni en die episode waar ik dus mijn kleine rol heb vervuld, die komt in augustus in de States uit. Dus dan verwacht ik dat hij hier ergens rond september moet zijn. Maar hij is al online te volgen in augustus. En in de première, in de trailer, zal men dan ook zien dat ik een kleine rol daarin heb. Oké, goed. Nou Priya, bedankt. En we wensen je natuurlijk heel veel succes toe. Namens onze team, Een Kijkje In, hebben we dan een presentje voor je. Wat je natuurlijk goed kan gebruiken om je eerstvolgende contracten te tekenen als eerst. En dan wil ik ook vragen aan wie je dat opdragen. En
Wat is natuurlijk jouw boodschap aan de kijkers toe? Met mijn rol in de States, in, al is het nog een hele kleine rol, heb ik Suriname ook in beeld gebracht. Die gasten wisten niet waar Suriname was. Ik moest ze echt uitleggen, maar zo heb ik ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling tenminste van Suriname, entertainmentwereld. Ik draag dus dit op aan mijn fans, mijn followers, mijn Facebook-volgers. Maar ook de mensen die mij poweren. Ik denk aan mijn familie, ik denk aan mijn vrienden, ik denk aan de mensen die echt achter me staan. Top up to them. Oké, dankjewel. Natuurlijk hebben we nog wat. Ik wil Anoushka vragen om even naar voren te komen. Alsjeblieft, Priya. Ze is afkomstig van mevrouw Saira Joni van Kulturen Centrum. En ze wens je heel veel succes verder in je loopbaan. Dankjewel, Anoushka. En natuurlijk ook mevrouw Joni. Dank u wel voor de mooie bloemen. En ook team Een Kijkje In. Hartelijk dank voor jullie opportunity naar mij toe. En tot ziens, tot de volgende keer. Nou goed, we willen u bedanken voor deze eerste uitzending van ons. En het is onze genoegen om het voor u te presenteren. Wij zien jullie feedback graag tegemoet. We hebben een YouTube-channel, we hebben een Facebook-pagina. We zijn overal te bereiken. Dus ik zou zo zeggen van, volg ons. Namens de cameraman Brian Imambaks, Anoushka Imambaks, Ashna Shangur en mezelf, Sushma Mieren, wil ik u bedanken en zeggen tot de eerste volgende uitzending. Een kijkje in.